Anna is bij Temsamani. Jij bent nieuw bij A-Agent Ladies. Wat verwacht je van het nieuwe seizoen? Ik verwacht van mezelf ten eerste een goede seizoen. Dat ik veel bijleer. En van de ploeg. Ik verwacht ook een goede seizoen van heel de ploeg samen. Mm-hmm. En dat we op elke match er staan. En dat we zeker voor elke drie punten gaan. Ja. Je hebt het voorbije seizoen een trofee gewonnen. Lian ja. de Belgique als beste speelster van ja. Arabische afkomst. Hoe leuk is het om zoiets te winnen? Ja, het is echt superleuk om zo'n trofee te winnen. Het is nu al mijn tweede keer dat ik deze trofee win. Mm-hmm. En ten eerste is het altijd zo wel leuk voor mijn Arabische origine. Ja. Het is altijd leuk. Jij speelt ook al in het Belgian futsalteam, U17, ja. Dat pas begonnen is. Wat is het verschil tussen zaalvoetbal en op een veld spelen? Dat is een groot verschil, ja, denk ik. Ja, dat is een groot verschil. Ten eerste, op het veld is helemaal anders. In de zaal is het heel klein en ja, minder ruimtes, dus meer beweging en zo. Ook op het veld heb je tijd om nog te recupereren en in de zaal niet. Ja. De eerste wedstrijd is meteen op bezoek bij OHL, ja. Je vorig team. Kijk je daar al naar uit? Ik kijk er ontzettend naar uit. Hopelijk kunnen wij met de drie punten naar huis gaan. Oké, ik dank je. Veel succes. Dankjewel. Dag.